oud is de oudste triceratops uit de groep geworden? Het gave aan botten en ook aan fossiele botten is eigenlijk dat je, net als bij bomen, kunnen we daar jaringen uithalen. En we weten bij bomen, die kunnen we tellen, dus we weten hoe oud een boom geworden is. Maar hetzelfde geldt ook voor fossiele botten dus. Dus we kunnen eigenlijk gewoon een fossiel bot openzagen. En daar kunnen we de jaringen in zien, die kunnen we tellen en dan weten we hoe oud een dinosaurus geworden is. Nou, zo hebben we dat ook gedaan bij onze kudde triceratopsen. En zo weten we bijvoorbeeld dat onze oudste triceratops ongeveer 25 jaar is geworden. Heb jij nog een leuke dino-vraag? Schrijf hem hierop in de comments en wie weet beantwoorden we hem. En als je bezig bent, klik ook even hier en daar.